Hoi allemaal, hoi creatievelingen. Ik ben weer live en ik had jullie beloofd dat ik vandaag zou laten zien hoe je deze mooie papieren sterren kan maken van jouw decemberpapier. Dus dat ga ik doen. ik ga even kijken, dan ga ik even mijn camera zo meteen omruilen, zodat jullie in ieder geval de sterren goed kunnen zien. En dan ga ik even laten zien met welk papier ik ga werken. Even kijken. Kijk, we zien jullie helemaal beter. De sterren die ik nu even als voorbeeldje had gemaakt, die heb ik gemaakt met retired decemberpapier. Omdat ik het eerst even wilde uitproberen. Dus ik heb hij is niet helemaal plat, maar een platte plat ster en een 3D ster. Dus deze is met, of die zijn allebei met retired decemberpapier gemaakt. Maar ik ga dus allebei deze sterren aan jullie laten zien, maar dan even met actueel decemberpapier. Wat heb je ervoor nodig? Nou, in ieder geval voor deze ster heb je... Goedemorgen Marion, leuk dat je meekijkt. Voor deze ster heb je 8 velletjes decemberpapier nodig. En ik heb nu gewerkt met... 6 bij 6 inch, dus 15 bij 15 centimeter, zeg maar. Maar je kan dus ook met grote vellen werken. Maar ik dacht, ik begin nu met kleinere velletjes. Dus voor deze heb je er 8 nodig. En voor deze 3D-ster heb je 5 nodig van hetzelfde formaat. Dus deze zijn ook 6 bij 6 inch. Dit waren dus kleine velletjes. Ik ga even deze aan de kant leggen. En dan ga ik het decemberpapier laten zien wat ik heb gebruikt. Want dat is het hele mooie... Shining Christmas, schitterende kerstpapier. En dat kun je wel zien. Het schittert niet, maar het blinkt wel. Dit is decemberpapier in de online-only categorie. Dus die staat niet in de catalogus, maar die kan je wel bestellen. Hoi Ina, leuk dat je meekijkt. En je ziet het al. Er zit aan één kant echt super mooie glans overheen. Je hebt de kleine zuurstokjes... En hulstblaadjes. Kijk, maar ze inderdaad... Aan één kant in ieder geval zit er een glans overheen. Dit mooie dessin met... het is dus rood en groen, hè? Mossy Meadow Cherry Cobbler, als ik het nu eerst even spieken. Ja, Mossy Meadow Cherry Cobbler. Dus rood en groen, echte traditionele kerstkleuren. Een mooi streepje. Leuke cadeautjes. Oh, nog een keer, Tom. En... kerstboompjes. En dan op de andere kant is het allemaal rood met wit. Dan heb je dus dit dessin. We hebben deze, lijkt een beetje op kerstballetjes, maar dan zonder ophangdingetjes. Lampjes. Kerstballen. Sneeuwvlokjes, denk ik. En kruisjes. Dus allemaal rood met wit. En hier zit dus niet die glans overheen. Aan de andere kant dus wel. Dat kun je zien. En de rode kant dus niet. Dus dit is echt een heel mooi kerstdessertpapier. Wat dus niet in de catalogus staat. Maar wel te bestellen is via de webshop. En hier onderin in beeld komt hij elke keer voorbij. Waar je die kan, waar je mijn webwinkel kan vinden waar je zou kunnen bestellen. Dus ik ga lekker met deze papiertjes aan de slag. Ik leg deze grote vellen, want dit waren dus de grote vellen. Dit zijn dus grote vellen papieren als je ze bestelt. En als je deze sterren wil maken, leg dit aan de kant. Ik heb dus kleine velletjes ervan gemaakt. Dus één groot vel in vieren en dat van verschillende dessins. En dan heb je dus allemaal kleine velletjes. Je hebt er 8 nodig. Je ziet dat ik er hier 7 heb voor de snelle tellers onder ons. Maar ik heb al even eentje gevouwen. Dus die zien jullie dadelijk. Omdat ik even uit wilde proberen of het met dit papier ook lukte. Dus met dit papier gaan we aan de slag. Je kunt deze video natuurlijk altijd rustig terugkijken. Want waarschijnlijk gaat het een beetje snel. Toen ik het de eerste keer deed, dacht ik ook even, oh ja... je kan natuurlijk kiezen voor de voor- of de achterkant, dat maakt niet uit. Ik ga nu voor dat het glanzende papier
dadelijk aan de buitenkant gaat komen, dus wordt een glanzende ster. Maar je kan natuurlijk kiezen wat je wil. Maar je ziet dus maar één, in deze ster zie je, en die andere trouwens ook, maar één kant van het papier. Dus welke je aan de buitenkant wil, moet je zorgen dat je die aan de buitenkant houdt. Wat we gaan doen, ik hoop dat jullie het eigenlijk goed kunnen zien, want op dessinpapier is het soms wat lastiger te zien, maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk aan jullie uit te leggen. Wat je daar je gaat doen, je hebt dus je een vierkant velletje, daar begin je mee. En je vouwt hem één keer diagonaal. Dus schuin op de punten op elkaar. Zo netjes als je kan. Hoe netter je vouwt, hoe mooier de ster wordt. En ook hoe netter je gesneden hebt, hoe mooier de ster wordt. Ik zie dat mijn papiertje niet helemaal vierkant is. Ik gebruik mijn boonfolder van Stampin' Up om te vouwen. Want zeker met dessinpapier, dit dessinpapier is best stevig. En dan krijg je in ieder geval goede vouwen erin. Dus dubbelvouwen, dat was schuimdubbelvouwen, diagonaal. Dan heb je hier in het midden dus die vouwlijn zitten. En dan ga je een, ik zal het maar een vlieger noemen. Dan denk ik dat jullie allemaal weten wat ik bedoel. Gaan jullie een vlieger vouwen. En ik zal, dit papier is redelijk stevig. Dus je moet af en toe het papier een klein beetje helpen. En je vouwt gewoon naar de middenlijn. En ik ga dan dus weer met de boomfolder eroverheen, dat ik een goede scherpe vouw heb. Nou, dat doe ik dus aan de andere kant ook, want we gaan een vierkant maken. En zeker bij de onderkant, bij de puntjes, zorg dat je gewoon rustig... We hebben geen haast, hè, op deze vrijdagochtend, dus dat je rustig je papier vouwt, zodat het niet scheurt of wat dan ook. Nou is dit, ik zei al, heel stevig papier door die folie, eigenlijk die aan de buitenkant zit. Dus ik heb nog niet gehad dat die gescheurd heeft. Nou... Dan heb je dus deze vlieger. Dit hebben we nu gevouwen. Nu gaan we aan deze kant, aan de bovenkant, ook naar de middenlijn vouwen. Dat betekent dat we hier de dubbele papier hebben. En dan gaan we richting... In ieder geval aan de bovenkant wordt het weer een punt. En die vouwen we ook naar de binnenkant. En dan doen we eigenlijk aan de andere kant hetzelfde. Dus ook weer met de bovenfolder. Ik zei al, het wordt best, sommige laagjes zijn best dik, omdat je meerdere lagen op elkaar hebt. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, dat het niet te veel spiegelt en zo. En deze vouwen we ook netjes naar het midden. Ik had het gezegd, hè, welke, we gaan eerst deze maken, hè, met de 8 punten. Ik wou zeggen, even denken of ik wel de goede aan jullie had laten zien. Nou. Dat is één. Dus nu heb je een soort wiebertje, ruitje, hoe wil je het noemen. Hier zit hij erbovenvouwen en hier zit hij erbovenvouwen. Wat we nu gaan doen, even zorgen dat hij goed zit, is, je hebt hier zeg maar die schuine hoekjes van het dubbelgevouwen papier. En dit onderste papier ga je eerst langs deze schuine lijn vouwen. Dus we gaan hem dubbelvouwen. En dan leggen we hem tegen die schuine lijn. En als je niet meedoet, dat snap ik, dan lijkt het misschien nog even hocus pocus. Maar als je straks terugkijkt en je doet rustig mee, of misschien doe je al wel mee, dan is het, het duidelijker. Kijk, hier zit dat gevouwen hoekje en deze loopt hier precies langs. En dat doen we aan deze kant hetzelfde. Dus je hebt een dubbel gevouwen, je vouwt hem weer open. En dan gaan we hem de andere kant opvouwen, ook precies langs die lijn naar boven toe. En dat is eigenlijk om een soort van hulplijn te vouwen. Zo. Dus nu hebben we hem één keer die kant opgevouwen en één keer die kant opgevouwen. Precies langs die schuine lijn van dit gevouwen flapje. Dan vouwen we hem weer open. Dus ik zei al, dit maakt een hulplijn en het zorgt er, en dan weet ik niet of dat zichtbaar is, even kijken. Een beetje wel. Hier zie je een kruis. En dat komt door het vouwen. En die hebben we dadelijk nodig om hem op te kunnen vouwen. Want die zorgt voor de hulplijn, zei ik al. Je draait hem om. Dus dat je de dichte kant naar je toe hebt. En je hebt hier de kant met het kruis erop. En je hebt hier de kant zonder kruis. Dus met die flapjes. En die kant met de flapjes gaan we dubbel vouwen. Even los. Die gaan we dubbel vouwen. Dus dat de flapjes aan de binnenkant zitten. Deze moet precies... Oh, even de mail houden. Deze moet precies de andere kant op. Daar is even een beetje gefriemel. Maar hij moet dus helemaal
over die andere heen gevouwen worden. En wat er dan eigenlijk automatisch gebeurt, is deze die vouwt naar binnen toe. En deze die vouwt met de open kantjes naar buiten toe. En dan krijg je deze vorm. Ik ga het jullie dadelijk nog 6 keer laten zien. Dus wees niet bang, het komt goed. Dit is de vorm die je nodig hebt. Kijk, ik had er hier ook al eentje. Ik heb het even open. Had er hier ook al eentje liggen. Hier heb ik er nog eentje. Dus dit is de vorm waar je naar op zoek bent. Ik ga deze leg je even hier neer. Ze vouwen nu nog een beetje open. Straks even zorgen dat ze allemaal goed kan vouwen. Dat hij wel in elkaar blijft zitten. Ik leg die even aan de kant. Dan gaan we het gewoon nog een keer doen. Ik heb nu het dessert met de cadeautjes. Maar ik gebruik dus... die wordt mijn buitenkant. Dus wat ik ga doen. Ik vouw hem eerst dubbel. Dat is de eerste stap. Dubbel vouwen. Goed vouwen. En dan gaan we een vlieger maken. Dan moet ik zelf even goed kijken. Want ik zie hier goed waar de lijn zit. Zelf bij dessertpapier is het soms wel moeilijker te zien als bij effenpapier. Dus een vlieger gaan we hiervan maken. Nee, wel, we gaan hier geen vlieger van maken, maar we bouwen dan weer. Probeer het inderdaad zo netjes mogelijk te vouwen. Zodat je dadelijk ook de mooiste punten in je ster krijgt. Nou, zo hebben we inderdaad de vlieger gevouwen. En dan gaan we nu dus aan de bovenkant die weer dubbel vouwen. Hier ook zorgen dat hier dus weer een mooie punt komt. Ze vouwen hem langs de lijn. En met de boomscroller. Voor degene die terugkijken. Je kan dus... leuk dat je meekijkt. Je kan inderdaad deze video straks gewoon nog even rustig. En dan kan je hem tussendoor op pauze zetten. Ik ga hem ook op YouTube zetten. Dus dat is nog makkelijker. Ja, dat is in ieder geval... wat er allemaal met deze video gaat gebeuren. Even kijken. Nou, we hebben dus nu weer de vlieger gevouwen en de bovenkant ook naar binnen gevouwen. Dan gaan we weer dat kruisje maken, die hulplijnen. Daar hebben we dus die schuine lijnen die je hier ziet, die hebben we daarvoor nodig. Dus we pakken weer die onderste flap en die vouwen we langs die schuine lijn, netjes. En dan vouwen we hem dus goed. En dat doen we aan de andere kant, deze schuine lijn, hetzelfde. En ook even met de boomfolder. Ja, Marion, het dessertpapier moet gewoon lekker op. Hè? Dat moet je opmaken, daar is het voor bedoeld. Dat moet je niet alleen maar in de kast laten liggen en naar kijken. Dat moet je ook gewoon gebruiken. Nu hebben we weer dat kruisje gemaakt. Dan draaien we hem dus op. Dan hebben we dus deze punt zonder het kruisje. Die gingen we erop. Oh, hier zit een beetje erop. Dit is wel iets lastiger dessertpapier om mee te werken. En merk ik nu dan die andere die ik had gebruikt. Maar dat is niet erg. Deze zouden we dus... Of deze vouwen we dus over zichzelf naar binnen. En deze moet dus precies de andere kant op. Dus die moeten we een beetje helpen. En dan gaat die automatisch al. Kijk, als ik nu in deze heb ik eerst gevouwen. Als ik daar een knijp zie, gaat die eigenlijk al bijna de goede kant op. En dan moeten we hem dus nog netjes dubbel vouwen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien door het papier wel wat er gebeurt. Even een beetje helpen. Zo. Dat is nummer 3. Ja, jullie moeten nog wel even geduld met mij hebben, hè? Want als we er 8 moeten maken. Dan ga ik ondertussen gewoon kijken of ik het een klein beetje sneller kan doen. Dus jullie kunnen het inderdaad toch op je eigen tempo terugkijken. Dat is dan niet zo erg als ik het nu wat sneller doe. We vouwen een vlieger. Het is eigenlijk een beetje weer terug naar de kleuterschool. Hè? Weet ik niet of jullie dit soort dingen maken op de kleuterschool. Maar vliegertjes vouwen, daar denk ik dat wel gebeuren. Dan gaan we de bovenkant ook vangen. En die boomfolder, ja, ik gebruik hem heel erg veel.
Ik weet niet of jullie een boomfolder hebben, maar gebruik ik inderdaad ook altijd om mijn kaarten te vouwen. En zo voor dit soort dingen is hij ook ideaal. Nou, was die. Dit punt is niet zo heel netjes. Dan gingen we de hulplijnen maken. Dus langs de schuine lijn vouwen. En langs die schuine lijn. Je moet er wel een beetje wat sterke vingers voor hebben met dit papier. We zullen dadelijk zien hoe het eindresultaat. Het eindresultaat nou heel mooi is, dan is het gewoon de moeite waard. Hè? Nou, dan gingen we dus deze eerst weer dubbel vouwen. Dus het stuk waar waar niet die hulplijnen zitten. Zo, even mijn puntje een beetje fixen. Dus dubbel vouwen. En deze moest dus precies weer de andere kant op. Dus dan vouw je deze een beetje open en door die hulplijnen gaat het bijna vanzelf. Kijk, als ik hier nu weer zie, je, dan gaat hij vanzelf de goede kant op. Dus die vouw je naar binnen en deze vouw je naar buiten. Dus dat de opening aan de buitenkant zit. En zo krijg je weer diezelfde vorm die we al gehad hebben. Oh, sorry, goed wiebelen. En ga ik even kijken dat ik hem dezelfde kant op vouw, denk ik. Deze ook even vast dat ik weet dat ik hem hetzelfde, want dit is toevallig in streepjes des, en ik weet niet hoe het dan gaat als ik hem niet dezelfde kant op vouw. Misschien maakt het niks uit. Maar nu weet ik zeker dat het goed komt. De middenlijn. Dan even kijken. De vlieger weer. En je kunt dus inderdaad, hè, je kan elk dessinpapier gebruiken dat je wil. Die zwart-witte was inderdaad nog, ik denk misschien al wel van 2 jaar. Weet ik niet eens meer, 2 jaar geleden. Ik heb ook nog zo'n voorraadje Marion, denk ik net als jij. Met papier waarvan ik zeg, oh, dat vind ik zo mooi. Dat is eigenlijk zonde om te gebruiken. En vervolgens ligt het daar. Dat is helemaal zonde. Dus ik heb gewoon besloten dat ik mijn mooiste papiertjes ga gebruiken voor dit soort dingen. Dus zonde om het allemaal in de kast te laten liggen. Zo, deze dubbelvouwen. En dan gaan we weer zo de hulplijnen maken. Het is een beetje zo'n langspeelplaat die blijft hangen. Als je veel van hetzelfde moet maken, dan vertel elke keer maar hetzelfde. Hebben jullie allemaal inderdaad, net als Marion en ik, ook zoveel dessinpapier thuis liggen? Of zijn jullie wel echt gewoon groot gebruikers van dessinpapier? Of heb je zoiets van, nou, ik vind het zo mooi, ik wil er eigenlijk alleen maar naar kijken. Ik ben wel benieuwd of jullie allemaal veel dessinpapier gebruiken. Hai, papier, Judith. Aaipapier, je hebt helemaal gelijk. Dat is een hele mooie, dit is ook wel aaipapier, moet ik zeggen. Ja, wij worden allemaal, daar heb je met creatievelingen, wij worden allemaal al blij van alleen maar kijken naar mooie dingen. Nou, dus deze inderdaad, die heb ik weer dubbel gevouwen en deze die gaat dan bijna als vanzelf. Je moet hem een klein beetje helpen. Maar door die hulplijnen, zie, soms moeten we gewoon nog een beetje friemelen en hem een klein beetje helpen. Ja, dan gaat hij. En dan vouwt hij weer dubbel. Zo, kijk hem erbij. Ja, kijken alleen. Ja, ik vind sowieso wel, dan moet ik wel eerlijk toegeven, dat ik in ieder geval, ik ben nu bijna 10 jaar demo bij Stampin' Up, voor een hele tijd, dat ik nu wel vind dat het dessinpapier steeds mooier wordt. Ik weet niet hoe jullie daar, of jullie al langer Stampin' Up kennen of volgen of zien. Maar ik vind wel dat het dessinpapier echt steeds mooier wordt. Mooiere dessins, leuker om mee te werken. En soms ook helemaal niet. Hè. Soms vind ik, zit er ook papier bij wat ik helemaal niet mooi vind. Maar vaak vind ik dan de achterkant nog wel mooi of zoiets dergelijks. Die vind ik soms de voorkant wat te druk. Maar de achterkant wel weer heel mooi. Nou, en ondertussen vouw ik weer mijn soort wiebertje.
En, oeh, nou, toen was dan ik aan mijn camera weg, zie ik. We gaan niet helemaal goed, jongens. Oh, hij doet het weer. Hij was even de verbinding kwijt. Zo. Het was toch net even zo. Even kijken. Ik heb soms met de telefoon dan in één keer denkt hij van, ik heb geen verbinding. En dan vouwen we dus weer langs die schuine lijnen. De hulplijn, dus het kruisje. We draaien hem weer om. Dan vouwen we de kant zonder hulplijn alvast dubbel. Oh, je hebt altijd keuzestress, Ina. Ja, die ken ik ook wel. Maar ik heb toch wel vaak dat ik de ene kant mooier vind dan, of het algemeen, dan de andere kant. Oh, Judith, als je papier opstort met een hobbykamer in. Oh jee. Je hebt nog zoveel dingen. Oh, nou, dan ga je maar eens even aan de slag met al deze mooie sterren maken. En dan maak je maar eens wat papier op. En inderdaad, papier wat je niet zo mooi vindt, kun je inderdaad ook weer gebruiken. Oh, inderdaad, om een cadeautje in te pakken. Of gewoon om... ja, joh, we hebben pas hier in de live die rosetten gemaakt voor op cadeautjes. Dat is ook wel leuk, hè? Daar kan je ook nog wel papier voor gebruiken wat je misschien niet zo heel mooi vindt. Maar dan ziet het er in ieder geval toch wel heel gezellig... Heel gezellig uit. Als je die video nog niet gezien hebt, kan je die ook nog altijd terugkijken op YouTube. Of op Facebook. Even kijken, want dit is een beetje een lastig papiertje om te zien. Dus weer de video. Maar ja, inderdaad. Ja, soms heb je inderdaad, oeh, welke kant ga ik gebruiken? En dan ben ik bijvoorbeeld een kaart aan het maken. En dan heb ik bedacht, oh, ga die kant gebruiken. En dan ga ik plakken doen op de andere kant. En dan denk ik, oh, die was eigenlijk ook wel heel erg mooi. En dan bedenk ik me vaak alsnog. Ik toch denk, oh, dan gebruik ik de achterkant van het papier. Want het is zonde om de lijm op te doen. Ik ken jullie ook wel dan, denk ik. Nou, even kijken. Deze, we zijn er bijna, jongens. Dit is de ene laatste. Ja, het is dus wel even een klusje, maar uiteindelijk is het resultaat wel echt wel heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd hoe die echt in kerstkleur wordt. Want dat nou natuurlijk zwart-wit, ja, dat is niet echt kerstig. Ziet er gezellig uit, maar misschien meer iets voor Halloween. Oh, je bent al aan de slag geweest, Marion. Dus je hebt, je bedoelt met die rosetjes. Of misschien iets anders, dat kan ook. Of cadeautjes inpakken. Want dat is natuurlijk ook leuk altijd om te doen. Kijk, dan gaat hij weer op. Nou, soms moet je me een beetje helpen. Het ligt een beetje aan hoe de vouwen zijn. Maar... Zo, de laatste met de hulsplaatjes. Dus, nog één keer voor degenen die het nu nog niet gezien hebben of nog niet duidelijk snappen. Dubbelvouwen. Vliegen maken. Dus de vlieger. En dan de bovenkant. Dus dan maken we er inderdaad een randje van, een soort wiebertje. Met rosetten. Ja, leuk hè Marion. Ze zijn best wel verslaafd. Ik was aan het maken en dan denk ik, oh ja, dit is nog leuk. Oh, dit is eigenlijk ook wel leuk papier. En ik vond het toen ook wel gewoon heel erg leuk uit de catalogus, die bladzijden. Dus ik denk, ja, is ook zonde om het allemaal maar weg te gooien. En terwijl ik bezig was met deze sterren, ook met deze sterren maken, toen zag ik ook weer iets anders leuks voorbij komen. Dus die ga ik ook nog een keer met jullie delen. Er waren ook een soort sterren, maar dan toch weer ook helemaal anders. Ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar dat is creatieve breinen die... staan eigenlijk nooit stil. Dat is ook wel eens lastig, maar die staan bij mij tenminste. Dan blijf ik elke keer, oh ja, dit is ook leuk, dit kan ik ook nog doen. Maar ja, we hebben niet zoveel tijd hè, voor al die dingen. Er moeten nog van alle andere dingen ook gebeuren. De laatste. Om dubbel te openen. Even een puntje zo. Nou, eens kijken. Als het goed is. Heb ik er nu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou. Wat we nu gaan doen, en dit is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld.
Je hebt een kleine punt en een grote punt. En de kleine punt moet in een grote punt. Die grote punt, als het goed is, als je hem goed hebt gevouwen, is open aan de binnenkant. Dus je hebt hem zo dubbel gevouwen en dan zit hier de opening. Dat betekent dat je een kleine punt, dus je, even goed laten zien, even die aan de kant. Dat leidt alleen maar af, kijk. Je hebt een kleine punt en een grote punt en een kleine punt en een grote punt. De kleine punt die gaat in de grote punt. Je hebt geen lijm nodig, want je schuift hem zo in elkaar. Dus soms moet je even een klein beetje helpen, maar je schuift dus die kleine punt in die grote punt. En dan zorg je dat ze precies met de vouw in elkaar zitten. En dan krijg je dus dat hij zo zit. Hij blijft nu nog niet zo goed zitten waarschijnlijk, maar dadelijk als hij helemaal rond is, dan blijft hij zitten. Dus deze zit nu in elkaar. Nou, dan heb ik hier weer van die grote punten opening. En dan ga ik dus weer een kleine punt pakken. Even zorgen dat hij goed in elkaar zit. Dus dan ga ik weer met de kleine punt in de grote punt. De grote punt die is open aan deze kant. En ik moet hem waarschijnlijk een beetje helpen. Maar je schuift hem dus in elkaar, zodat de vouwen in elkaar komen. En dan zorg je dat hij gewoon weer het papier in elkaar vouwt. En ik zei al, dit papier is best stevig. Dat is even iets anders dan die zwart-witte die ik had. Maar hij zit in elkaar. Dus je schuift hem zo ver mogelijk erin. En dan, zo zie je al dat hij langzaamaan de vorm van een ster begint te krijgen. Nou, ik heb nu de huls, de cadeautjes, de strepen. Dus dan ga ik nu voor de zuurstokken. Zorg ik ook even dat hij weer goed gevouwen is. Pak ik dus weer de kleine punt en die gaat in de grote punt met de streepjes. Dus ik vouw hem hier weer een beetje in. Zo. En dan het papier weer even goed naar binnen. Dus zorg dat hij niet de puntjes allemaal omdraaien. Dat hij goed dubbel gevouwen zit en dat hij zo ver mogelijk erin geschoven zit. Hij moest nog een beetje verder. Zo, zie je? Kijk, soms gaat er even iets mis, maar dat komt omdat hij dan nog niet helemaal in elkaar zit. Maar zo ver mogelijk naar boven schuiven. En zo gaan we rond. Nou heb ik 4 gehad, dus dan ga ik weer naar mijn hulst. Dus weer de kleine in de grote. Dan is dat op camera nog een beetje lastig, want ik wil het en in beeld hebben, maar ik moet zelf ook goed kijken. Dus soms zullen jullie me een beetje zien friemelen. Ik ga deze even opvouwen. Hij zit zo strak in elkaar. Dus de kleine punt erin. En dan zorgen dat hij goed in de vouw zit. Kijk, want deze die is een beetje eigenwijs. Een beetje eigenwijs, die pak ik zo nog. Zorgen dat hij goed in elkaar zit. Zo ver mogelijk erin. Dat had ik bij de eerste niet gedaan. Nou, dan gaan we nog een knijper. Ja, nou, dat is misschien ook best een goed idee van jou. Zal ik het zien? Ik heb wel wat. Of dit zo werkt. Dankjewel Judith, zo helpen we elkaar. Even kijken of die zo blijft zitten. Waar was ik? Hulst. 1, 2, 3, 4. Oh ja, ik had er eentje vanaf. Hulst. Cadeautjes moeten we nu hebben. Even kijken of nou niet mijn knijper weer in de weg zit. Want dat zit ook weer in. Die. En dan weer zorgen dat het papier in elkaar gevouwen wordt. En je moet dus zorgen dat die kleine punt zo ver mogelijk erin geschoven is. Want dan blijft hij ook het beste zitten. Ik ga even kijken of dat hij er zo in trapt. Cadeautjes, streepjes. Ik was even de volgorde aan bekijken. Dus weer de kleine punt in de grote punt. Ga ik even kijken of dat lukt. Nee, want ik heb de knijper lang in de weg zitten. Nee, dat is toch nog niet zo handig. Dan sta ik hier natuurlijk een beetje te stuntelen op mijn video. Ik vouw hem even open zo. Deze erin. En dan vouw hem weer in. Dan hebben we de
zuurstokjes. En dan krijg je natuurlijk steeds minder ruimte, dus jullie snappen wel. Als jullie deze zelf gaan maken, het zou zomaar kunnen, ik heb hem nog niet met grote vellen gemaakt, maar dan heb je natuurlijk wel iets meer ruimte. Dus misschien dat dat iets makkelijker is. Dan kunnen we nog met z'n allen gewoon gaan proberen. Kunnen we het elkaar laten weten. Wat is makkelijker met de grote vellen of de kleine vellen? Nou, dan zijn we bij de laatste. Die er net als uitvloekte. En de laatste is altijd het moeilijkste. Dus ik ga heel even kijken of ik hem misschien zo bij elkaar kan houden. Een stukje. Dus de kleine in de grote. En hier moet eigenlijk ook de kleine in de grote. Dus deze moet hier nog tussenin. En dat is natuurlijk het lastigste. En toch denk ik dat het het meest praktisch is om hem inderdaad een beetje open te vouwen. Want dan kan je hem meteen op de goede plek leggen en hem weer dicht vouwen. En het zit toch allemaal aan de binnenkant. Dus mocht het papier een klein beetje dubbel zitten of nou ja, een klein beetje gekreukt raken, dan zie je dat niet. Kijk, ik ben er bijna. En nou moet dus nog deze kleine punt in deze grote punt. Ik dacht dat ik met mijn bovenvinger wat ertussen kon, maar dat gaat niet. En dan gaan we in elkaar. Ja. Zo, over de kleine. Dat was die. Nou, het was even een beetje gefriemel, jongens. Maar ik zei, dit papier is best stevig. Kijk, maar nu zit hier, heb je die knijper ook niet nodig. Het is soms handig om hem een klein beetje bij elkaar te houden. Judith, was een goed idee. Alleen ik kwam een klein beetje ruimte tekort. Kijk, nu zit hij dus gewoon helemaal in elkaar. Dan heb je dus geen lijn nodig. En is hij eigenlijk aan twee kanten hetzelfde. Als je zorgt dat hij helemaal goed in elkaar geschoven zit. Dan kun je nog een beetje... Friemelen, zeg maar, dat hij helemaal netjes, netjes zit. En dan heb je deze ster. Nou, je kan er gewoon een... Oh, dat kun je natuurlijk niet zien. Maar als je aan de bovenkant een touwtje gaatje in maakt, touwtje eraan, dan kan je hem ook ophangen. Dus dit is de eerste ster. Het was een beetje gefriemelen, jongens. Maar hij was wel mooi, toch? Ik vind hem met de kerstkleurtje ook wel heel, heel gezellig uitzien. Kijk, dit was de... De eerste, originele, met het zwart-wit. Ja, dankjewel Helene, leuk dat je meekijkt ook. Ja, leuk idee, hè? En we hadden het er net over inderdaad, als je nog niet meegekregen had. Het is natuurlijk ook heel leuk om wel zo je designpapier op te maken, in plaats van alleen maar aaipapier te hebben. Nou, dus, dat is deze ster. En ik zei al, jullie kunnen het allemaal nog eens rustig terugkijken. Wat we nu gaan doen. Ik had ook nog deze 3D-ster. Die ga ik ook met jullie maken. Doe ik even met hetzelfde papier. Maar dan ga ik de rode kant gebruiken. Gewoon omdat hij dan wat anders uitziet. Leek me ook wel leuk. Voor deze ster heb je 5 papiertjes nodig. Van bijvoorbeeld 6x6 inch. Maar je kunt hem dus ook met grote vellen maken. Maar ja, als je nog wel een beetje zuiniger met je papier wil omgaan. Dan maak je gewoon... 4 kleine velletjes van 1 groot vel. En dan kan je met 1 vel en 1/4 kan je al mooi deze ster maken. Ja, ik probeer. Ja, waar houden we hem in, Marion? Maar goed, dit is dus echt een 3D-ster. Dan zie je, die is helemaal bol. Dus die gaan we nou ook maken. En het grappige is dat de eerste paar vouwen zijn hetzelfde als van die andere ster. Dus jullie zien me daar nog een paar keer hetzelfde. Maar hij is niet helemaal hetzelfde. Want dat zou wel heel makkelijk zijn. Ik heb 5 papiertjes nodig. Dan kijk ik heel even. 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik even gaan kijken qua vouwen of dat iets uitmaakt. Maar ik heb nu 5 papiertjes en ik ga dus de rode kant gebruiken van het dessertpapier. Wat je gaat doen bij deze is weer hetzelfde. Je vouwt hem dubbel, dus diagonaal.
gebruik inderdaad dus wel elke keer netjes mijn bovenvolder gewoon voor de vouwen. We maken ook weer een vlieger. Zorgen dat de punt netjes zit. En deze kant ook. Dus dit is tot dusver nog hetzelfde. Dan gaan we ook nog dit doen. Aan de bovenkant, dat deden we net ook. Dus het randje maken, het riemertje. En aan deze kant. Nou heb je voor deze, die 3D-ster, wel plak nodig. Dus het is officieel geen echte origami, hè? Want dan volgens mij bij origami heb je helemaal geen plak gebruikt. Nou, we hebben nu dat randje, het wiebertje, gevouwen. Dan vouwen we hem met de open kanten, vouwen we hem naar buiten toe dan. Dus dan krijg je een driehoekje en dan vouw je hem weer gewoon open. Dus hoe je hem gevouwen had. Wat we nu gaan doen, is deze punt aan de rechterkant en deze punt aan de linkerkant. Daar moeten we op letten. Deze punt aan de linkerkant die gaat hier naar boven toe. En deze wordt dus dubbel gevouwen. Zien jullie wat er gebeurt? Deze punt... Die wordt eigenlijk dubbel gevouwen. En deze punt die gaat naar boven. En die moet terechtkomen op... Even een beetje helpen. Op die lijn. Op de middenlijn. Van die bovenste driehoek. Dat is te zien, hè? Dus deze wordt dubbel gevouwen deze kant op. Dan ga ik hem ook eventjes... Met de woonvolder hierbij... gebruiken. En zo. Dan heb je dus deze vorm. Wat je nu gaat doen is, je hebt hier die dubbelgevouwen hoek en je hebt deze, hier zit ook al een vouwlijn. Als je deze dubbel gaat vouwen, dan gaat dit automatisch al de goede kant op. Want dit moet, ja, eigenlijk een soort zwaarmoestaart of zo. Daar lijkt het een beetje op. Door die hulplijnen, door extra vouwlijnen die je hebt gemaakt, dan gaat het eigenlijk allemaal makkelijker. En het is misschien, als je alleen kijkt, dan denk je, huh? Maar als je het doet, dan voel je wat er gebeurt met het papier. Dus, dat is deze. Dus dan heb je ik noem het maar even een zwaarloosstaart. Dat is denk ik het duidelijkste. Wat we nu gaan doen, is een klein stukje openvouwen. En dan zit hier aan de binnenkant zitten twee flapjes. Deze. En deze. En die vouwen we weer open. En dan krijg je deze vorm. Ik ga het nog 4 keer doen voor jullie. Hè? Dus jullie kunnen het gewoon nog weer rustig maken. Maar deze vorm, die hebben we nodig. En die gaan we straks aan elkaar maken. Dus dat is die. Dan hebben we deze. Dus eerst gewoon weer diagonaal. De vlieger maken. Ja, het is wat steviger papier dan ons andere designpapier van Stampin' Up. Dus of ik nou het meest makkelijke papier heb gepakt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed. Het gaat om het idee. Als het met dit papier lukt, dan lukt het zeker ook met ander papier. Dat is ook niet zo. En we maken weer het randje. Ik had met mezelf afgesproken, dat heb je soms, hè, dat je afspraken met jezelf maakt, dat ik eens wat meer inderdaad video's ging maken. Sowieso mijn lives, dat had ik natuurlijk al ingepland vanaf nu op elke vrijdag.
Maar ik vind het eigenlijk wel heel gezellig zo. Dus ik denk dat ik dit maar eens morgen vaker ga doen. En misschien niet per se als live, maar wel gewoon dat ik zelf een video opneem en hem deel met jullie. Een soort van tutorials voor, onder andere dit soort dingen. Dit is gewoon leuk om een beetje in de kerstsfeer te komen, hè, ondanks de temperaturen buiten. we hebben hem nu weer dubbel gevouwen. Ben ik ondertussen weer aan het kletsen. Deze hoek moet dubbel gevouwen worden en deze punt die moet naar het midden. Dan help ik hem hier weer even met de boomfolder. Oké. Dus dan heb je weer deze driehoekvorm. Omdat hier die vouw zit, kun je hem heel makkelijk dubbel vouwen. Dus dan gaan we eerst. En dan gaat deze eigenlijk bijna automatisch mee. Maar je moet hem een beetje helpen, omdat hier best veel papier zit. Er zijn een aantal lagen op elkaar nu. Dus we moeten hem af en toe een beetje helpen. Kijk, dan hebben we weer die zwaluwstaart. En dan maken we dus weer aan deze kant die flapjes open. En dan hebben we de twee. De kerstballen. Zo. En dan zijn jullie mensen die echt tijd inplannen om creatieve dingen te doen? Of is het meer een beetje, oh ja, ik heb tijd over, dus ik ga nu iets creatiefs doen. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Bij mij was het eerst namelijk altijd zo, oh, ik heb nog tijd over. Oh, dan kan ik nu iets creatiefs gaan doen. Iets waar ik heel erg blij van word. Maar ik had bedacht dat ik dat toch eens een beetje anders ging aanpakken. Dus ik heb nu gewoon echt ingepland, oh, dan ga ik dat doen. Dan wil ik dat maken. Dan heb ik verschillende workshops. Dan wil ik mystery workshops doen. Dus ik heb een iets duidelijkere en strengere planning voor mezelf gemaakt. Maar vooral streng in de zin van zorgen dat ik net wat meer tijd heb voor al die leuke dingen. Als ik tijd over heb, is je huis aan de beurt. Marion, wij spreken dezelfde taal. Dat is bij mij ook wel eens het geval, ja. En dat was super fijn, want mijn man had gisteren gestofzuigd. Dus dat betekent dat ik dat vandaag niet hoef te doen. En dan hou ik dus extra tijd over om extra lang met jullie een video te maken. Ik heb hem nu weer dubbel gevouwen. Dan vouw ik hem dus weer open. Dan ga ik weer die punt die kant op. En deze punt die wordt weer dubbel gevouwen. Dus het is wel fijn zo'n man die dan bedenkt, hey, laat ik alvast dus de stofzuiger pakken. En toen zei hij, die stond daar op jouw lijstje voor morgen. Ik zei, ja, eigenlijk wel. Hij zegt, nou, dat is mooi toch? Dan is het alweer gedaan. Maar bij mij gebeurt het ook wel eens inderdaad dat ik heel veel andere dingen doe. En dan denk, oh ja, nu heb ik nog tijd over. Nu ga ik even stofzuigen of nu ga ik even iets poetsen of iets opruimen. Maar mijn creativiteit, die staat netjes in mijn agenda, zoveel mogelijk ingepland. We hebben weer die driehoek. We gaan deze dubbel vouwen en dan gaan we weer die zwaluwstaart maken. Zo. En dan vouwen we weer die flapjes naar buiten. En dan hebben we er weer een. Goed opgevoed. Ja, die man van mij is goed opgevoed. Dat klopt. Zo. En soms moet ik hem nog een beetje helpen, hoor. Daar gaan we het herinneren. Maar in dit geval had hij het helemaal zelf bedacht. Dus dat is zeker fijn. Zo. Weer de vloer maken. Dat is eigenlijk net een beetje als met die rosetten die we pas aan maken. Jullie kunnen het ondertussen daar dromen. Hè? Als jullie mij zo vaak hebben zien doen, dan heb je deze hele video daar niet meer nodig. Kun je het gewoon uit je hoofd. Maar soms is het handig, dan vind ik ook dat je nog even iets op pauze kan zetten. Of, oh ja, hoe deed ze dat nou? Waar zijn ze nou? Dat is toch wel praktisch, hè? We versturen jullie kerstkaarten? Dat is eigenlijk ook wel een mooie vraag. Versturen jullie kerstkaarten? Of is het vooral verjaardagskaarten of andere gelegenheden? Of zijn jullie ook van de kerstkaarten?
ik stuur altijd kerstkaarten. Ik ben, dat is grappig, dat zei ik volgens mij de vorige keer ook. Ik ben bezig met allemaal voorbeelden voor workshops en wat dan ook. En dan bedenk ik ongeveer de week voor kerst. Oh ja, ik ging ook nog kerstkaarten sturen, hè? Ja, dan moet ik er dus nog altijd in die laatste week voor kerst nog een hele stapel maken. Jij wel, Marion. Het hoort erbij, vind jij. Ja. Nou, en het wordt ook wel echt gewaardeerd, hè? Mensen waarderen. En zeker als je ze zelf maakt. En weet je, een kerstkaart sturen kun je natuurlijk ook gewoon in de winkel kopen. Maar ik moet zeggen dat ik al meer dan 10 jaar geen kaart meer in de winkel heb gekocht. Dus, maar mensen waarderen het een handgemaakte kaart echt. Ik heb ook regelmatig op mijn Facebook en in mijn nieuwsbrief staat bovenaan zo'n afbeelding, een banner, zeg maar, een plaatje. En daar staat ook in van, a card is just a card until you send it away. Dus oftewel, een kaart is maar een kaart, totdat je hem naar iemand opstuurt. En toen dacht ik, die zag ik ooit ergens voorbij komen, dacht ik, ja, zo is het eigenlijk wel. Zeker met een handgemaakte kaart. Hè. Mensen zijn er heel blij mee. En in principe is het natuurlijk gewoon een kaart. Maar als jij jouw persoonlijke boodschap erin schrijft of wat dan ook, dan wordt het in één keer veel meer dan gewoon maar een kaart. En ja, Helene, jij stuurt er weer ook kaarten, kerstkaarten. Ja. Ik vind het trouwens zelf ook heel erg leuk om gewone post te krijgen. Hè? Geen blauwe enveloppen en zo, maar gewoon post met een postzegel erop die iemand naar mij gestuurd heeft. Daar word ik altijd heel erg blij van. Dus ik denk altijd maar dat anderen daar dan ook gewoon blij van worden als ik een kaartje opstuur. En, weet je, een verjaardagskaart, een geboortekaartje, wat dan ook. Ik denk dat mensen er inderdaad altijd wel heel erg blij van worden. Daar ben ik ondertussen natuurlijk aan het kletsen, helemaal niet meer aan het uitleggen, maar jullie kunnen het zien, hè. Deze dus als laatste weer dubbel vouwen en die punt gaat naar de middenlijn. En deze gaan we weer dubbel vouwen. Ja, en inderdaad, de Memories and More kaarten, ja, die zijn echt handig, hè, Marion. Dat is echt, dat klopt. Daar kan je heel makkelijk kaarten mee maken. Ik had nu die van de beren, de Berry Cute, geloof ik dat die heet. Die zijn ook echt wel heel leuk om kerstkaarten mee te maken. Ja, Ina, M&M, de M&M betekent Memories and More van Stampin' Up. En dat zijn kaartjes, die kan ik daar ook nog even laten zien. Kaarten die in principe zijn die bedoeld om in een album te verwerken met foto's. Een soort Project Life, ik weet niet of je dat kent. En wij gebruiken die, tenminste ik ook, gebruik die heel erg graag voor kaarten. Want je maakt heel makkelijk en snel een leuke kaart. Dus vandaar de afkorting M&M. Memories and More, zo heet dat bij Stampin' Up. En inderdaad, die heb je verschillende in de jaarcatalog staan. En die staan ook in de, hoe heet het? In de najaarscatalogus. En in de voorjaarscatalogus als die straks weer komt. Nou, wat we nu gaan doen. Ik heb dus 5 keer die gevouwen sterdelenpunten. Dan heb je, net als dat we straks die kleine en grote driehoek hadden. Hebben we hier de open en de dichte driehoek. Misschien is dat of een smalle en een brede driehoek. Ja, inderdaad. Kijk maar eens in de catalogus. Die heb je denk ik wel. Dan, daar staan ze in. Superleuk. Maar ik zal, dadelijk, zal ze daar nog even laten zien. Wacht, ik leg ze even klaar als vergeten. Ja. Ik ga ze je dadelijk laten zien als we deze ster gemaakt hebben. Wat we gaan doen. We hebben die 5 punten. Wat we gaan doen is dus de brede en de smalle punt gaan we met elkaar combineren. Deze smalle punt die is wat steviger. Daar zit dubbelgevouwen papier. Deze is open. We gaan op deze flapjes, dus deze buitenste en deze, gaan we lijm doen. En dan komt die zo in elkaar. Dus ik gebruik daarvoor de Tombow, zoals die in de volksmond heet. De groene lijm, de vloeibare lijm. De officiële naam is
multipurpose liquid glue. die gaan we gebruiken. Dus ik doe lijm erop. Die heb je niet zo heel veel nodig. Maar wel zorgen dat die natuurlijk goed vast zit dadelijk. En die stevige punt, die gaan we daar overheen houden. Nou, dan moeten we heel even een klein beetje geduld hebben dat hij ook een beetje vast zit. Want anders dan wordt het lastig. Dan kunnen we deze nog even een beetje zo doen. Zolang hij nog niet helemaal rond vast zit, kunnen we hem nog een beetje plat duwen. En dan zit hij zo meteen vast. Kijk, je ziet al, hij gaat automatisch terug in die 3D vorm. En dat komt door het vouwen wat we hebben gedaan. Even met de bloemfolder wat extra vast. En dan gaan we naar de volgende. Dus bij deze doen we hetzelfde. Dus hij komt zo over elkaar heen. Dus op die buitenste flapjes doen we wel lijm. Maar ik zei, die vorige kon dus zonder lijm, maar deze moet wel met lijm. Even zorgen dat de puntjes daar goed vastzitten. En dan gaat weer die stevige driehoek over deze heen. Zo wordt die goed op elkaar zit. En het mooie is dat deze natuurlijk, en dat geldt voor die andere ster die we net gemaakt hebben ook, aan de voorkant en aan de achterkant dadelijk gewoon mooi zijn. Je kunt natuurlijk de mooiste kant kiezen voor een voor- of achterkant, maar in principe zou je hem op de kerstboom kunnen zetten of voor het raam kunnen hangen. Hij zijn twee kanten mooi. Nee, dat is die. Dan gaan we naar de volgende. Doen we dus weer op die losse flapjes de lijm. Ja. Ik had geloof gisteren op Facebook een post geplaatst over mijn nieuwsbrief. Ondertussen alweer een aantal mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Je kan hem vinden op mijn website eventueel. Anders kan je mij een berichtje sturen. En dan kan ik je op de lijst zetten. Dan word je meteen op de hoogte gehouden voor alle leuke acties. En extra ideetjes die ik via mijn nieuwsbrief met jullie deel. Dus mocht je dat leuk vinden, dan weet je dat je er even bij me kan neerleggen. Dus eventueel een berichtje sturen of via de website gewoon inschrijven, dat kan ook. Nou, dan komen we bij de laatste punt. En deze is ook weer, de laatste is altijd het lastigste. Hè? Dan moet je een beetje in friemelen. Dus ik ga hem eerst gewoon verder met ons patroon, zeg maar, wat we elke keer hebben gedaan. Dus de lijm op de, ik weet niet of je het niet zien, maar de lijm op de losse flapjes. En dan met de stevige punt. Een wasplak, even kijken hoe ik hem er nou makkelijk zo tussen krijg. Even weer een beetje klimmen. Zullen we hem niet meer zo plat doen, want anders komt hij niet meer in vorm dadelijk. Dan ga ik meteen hier ook even lijm op doen. Dan kan ik hem meteen goed, als het goed is, meteen goed in elkaar plakken dadelijk. Even zorgen dat de hoekjes weer 3D zijn. Dat is het voordeel van die groene lijm. Die kun je nog een klein beetje. Je krijgt er wel enorme plakvingers van. Maar je kunt hem nog een klein beetje manipuleren, zeg maar, totdat hij droog is. Dus ik hou hem heel eventjes vast. Dan hoop ik dat hij zo goed blijft zitten. En dan is deze ster ook klaar. Deze is dus iets minder werk. Hè. Hier hoef je maar 5 velletjes te vouwen. Bij de andere natuurlijk 8.
Maar ja, ze zijn ook totaal verschillend, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Een beetje zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. En dan is deze. Deze kant is mooi. Xael, je kunt even een beetje kijken welke kant uiteindelijk het mooiste is. Maar dit is in ieder geval zoals die is geworden. En ook hier kun je natuurlijk een gaatje in maken en hem ophangen. Of je kan hem in principe zelfs bovenop je kerstboom misschien wel zetten. Dus dit was inderdaad de eerste. Of in ieder geval de zwart-witte die ik als voorbeeldje had gemaakt. En deze in de kerstkleuren. Of in ieder geval in kerstsferen, zo moet ik het zeggen. Superleuk, vind ik zelf. En inderdaad, gebruik lekker je papieren. Het is zonde om het allemaal in de kast te laten liggen. Top. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Ik had beloofd om nog heel even die... alsjeblieft, Marion. Ik had beloofd om even de Memories and More kaartjes te laten zien. Dat ga ik nog heel even doen. Voor degenen die dat leuk vinden, kijk nog gezellig even mee. Je hebt nu in ieder geval... Deze heb ik toevallig van de... Berry Christmas. Het was niet Berry Cute. Zo heet de stempelset. De Berry Christmas kaartjes. Nou, dan heb je dus deze... kleine kaartjes, die zijn al zo op formaat. Die zitten zo in een pakketje. In dit geval zitten er 6 van elk in. En dan kun je zien, hier heb je 3 van deze. Maar de achterkant zijn die cadeautjes. Graag gedaan. Ja, leuk, Eileen. Ja. Kijk, dus deze 3 kaartjes zijn de achterkant. Dus nou ja, je hebt in principe 6 van deze. Maar je kunt natuurlijk deze gebruiken en deze kant gebruiken. En dan heb je bij deze hetzelfde. Wishing you the best this season. En dit is dan de achterkant. Dus dat zijn deze. Het is niet altijd dat er 6 dezelfde in zitten. Maar nu in dit geval. In dit geval wel. Dan heb je deze. Give the gift of Christmas cheer. Dus die kan je heel makkelijk. Ik ga nu geen hele kaart maken. Maar ik kan het in ieder geval even laten zien. Je hebt standaard kaarten die daar eventueel bij passen. Dan heb je meteen een achtergrondje. Dan kan je bijvoorbeeld heel simpel, dat is wel heel simpel, maar dat kan, deze hierop plakken. En dan heb je eigenlijk al een kaart. Nog een paar leuke bling erop en dan heb je eigenlijk al een kaart af. En je zou ook nog kunnen zeggen, nou, ik gebruik deze als achtergrondje. En ik wil bijvoorbeeld deze hier nog opplakken. Zo zou je het ook kunnen doen. En zo kan je echt met zo'n setje Memories and More kaartjes en de set... Of je gebruikt natuurlijk kaartstok, maar je hebt ook... Memories and More kaarten en enveloppen. Dat zijn dus deze. In dit geval blauwe en rode variant. Met enveloppen erbij. En dan heb je super snel dus een kaartje gemaakt. Kijk, ik laat het nu even zo simpel zien. Ik laat zien nog meer kaartjes. Even laten zien. Deze kant en die blauwe kant. Hier nog een cadeautje. Dan kan je natuurlijk ook een mooie tekst instempelen. Good tidings and warm wishes op de andere kant. En deze boompjes ook hier. Hè. Je kunt hier nog een leuke tekst bij. Ja, het zijn inderdaad wel. Dit zijn altijd. Ja, deze kaartjes zijn altijd Engels, Ina, inderdaad. Dat is wel jammer. Maar wat je zou kunnen doen, is inderdaad zoveel mogelijk de achterkanten gebruiken. En Nederlandse teksten erbij steppelen. Dat zou je wel kunnen doen. Dan is het inderdaad iets meer werk. Maar dan heb je wel hele leuke papiertjes erbij. Of je zegt van nou weet je, ik gebruik de kaart, deze kleinere kaartjes niet, maar ik gebruik wel die basiskaarten bijvoorbeeld. En dan heb je dus die kleine kaartjes zitten in het pakketje, maar je hebt ook nog deze grote velletjes die ik net al liet zien met die sneeuwblokjes. En dan de ijsbeertjes. En deze. Kijk, deze kan je natuurlijk ook heel goed gebruiken met een Nederlandse tekst erbij. Kijk, hier staat inderdaad een hele grote tekst op, maar aan de andere kant bijvoorbeeld niet. Dus dan zou je hem ook nog kunnen vernederlandsen, wou ik zeggen. Kijk, en dat geldt voor deze ook. Hier kan je natuurlijk ook wel een andere tekst overheen plakken eventueel. Maar dan is het iets minder makkelijk. En dan bij zo'n set zitten ook altijd nog stickers. Dus 2 velletjes van deze met de diertjes en een aantal cadeautjes. Leuke randjes om dingetjes op te plakken en zo. En nog deze, ook nog met een paar tekstjes, inderdaad dan wel in het Engels. Maar nog wat boompjes en wat leuke
details. Dus die, dat is toevallig deze, maar je hebt, er zitten altijd teksten bij. Vooral ook omdat het vaak gebruikt ook wordt om inderdaad dus foto's te verwerken. Ja, dus vandaar de Engelse teksten inderdaad. Maar je kan altijd wel een beetje aanpassen naar, naar je eigen wensen. Als ik even denk, kan ik daar nog iets over vertellen? Nee, niet zo heel erg veel. Ik ga mijn camera eventjes weer terugzetten op mij en dan ga ik afscheid van jullie nemen. Deze even een klein beetje aan de kant. Nou, superleuk dat jullie met mij mee hebben gekeken naar mijn sterren. Het was gezellig. Mooi en makkelijk. Inderdaad, dat is nog een betere vertaling dan Memories and More. Mooi en makkelijk. Dat is wel een goeie. Die kunnen we erin houden. Nou, superleuk dat jullie mee hebben gekeken naar het maken van de sterren. Kijk rustig terug. Heb je ergens vragen over? Stel ze gerust. Geen probleem. En nou ja, heel leuk dat jullie erbij waren. En in ieder geval tot volgende week. Doei allemaal!